Woensdag 16 maart 2022 vinden in Nederland de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Ook in de gemeente Best. En daarom heeft Plein Best het idee geopperd om alle politieke partijen in Best uit te nodigen en hen 6 vragen voor te leggen. 5 vragen krijgen ze van tevoren en kunnen ze over nadenken. En de 6e vraag wordt een verrassingsvraag. Het interview wordt door mij afgenomen, Henk van den Heuvel, en gefilmd door Tom Lassink en Tjeerd Martens. Het gesprek dat we nu hebben is met Wouter Bond van de ChristenUnie. Hoe lang zit je al in de raad? Als raadslid nu ja. Ruim 2 jaar. Oktober 2019 ben ik begonnen. Heb ik Albert van der Vlies opgevolgd. Ja. En daarvoor ben ik 6 jaar burgerlid geweest. En bewust in de raad gaan zitten? Of, Ja. ja, zeker. Ja. Want dat doe je niet onbewust. Nee. Althans, ik niet. Ja, het is wel zo gegroeid, zullen we zeggen. Dat bedoel ik. Hè. Het is niet dat ik gesolliciteerd heb en nu wil ik graag de raad. Het is wel zo gegroeid. Toen was ChristenUnie in Best begonnen. En ik aansloot als burgerlid en zo naar raadslid toegegroeid. Want eigenlijk is Albert de Vries is eigenlijk de pionier die ermee begonnen is. Ja, Albert van der Vries is inderdaad begonnen. Ja. In 2014 zijn we eigenlijk gestart om te kijken of we inderdaad een zetel konden bemachtigen. Ja. En dat is gelukt. Ja. En de tweede keer zijn we iets gegroeid. Ja. En dus nog steeds de zetel kunnen behouden, gelukkig. Dus we gaan eens kijken of we die lijn een beetje kunnen voortzetten. Hebben jullie nog andere raadsleden die eventueel kandidaat zijn? Ja, nummer 2 is Jozef Zandwijk. Die stelt dat we in het gezegende geval terechtkomen dat we 2 zetels krijgen, dan wordt zij ook raadslid. Nu zijn José en Vanessa burgerlid. Ja. En hebben we 1 zetel en ik ben dus het enige raadslid. Ja. Ah, jullie gaan natuurlijk hoopvol de verkiezingen in. Absoluut, altijd. Ja. Ja, je gaat de verwachting altijd dat je 2 zetels, want er komen 2 extra zetels. Hè? Ja, in principe verwachten we dat we... We spreken altijd de hoop uit dat we gaan. Natuurlijk ga je voor winst. Ja. En natuurlijk hoop je dat de kiezer ziet wat we doen. En dat beloond wordt, zullen we zeggen, in een extra zetel of 2 extra zetels, zeg het maar. Ja. En zou je het leuk vinden om dan bij de coalitie te mogen behoren? Of zeg je van, we zijn zo bescheiden, laat ons maar gewoon buiten. Ons past een bescheiden plek. Ja. We zijn een kleine partij nu met 1 zetel. Maar stel dat we een volle winst draaien, dan heb je een ander gesprek. Ja. Daar wachten we echt al op, want ik vind dat wat vooruitlopende zaken. Dus dat is wel aan de uitslag wat onze plek wordt in de onderhandeling. Dus dan wachten we rustig af. Ja. Nee, maar stel dat de vraag gesteld wordt, wil je wethouder worden? We hebben dat niet bewust nu nog gecommuniceerd. Ik vind nu nog niet dat we daar een plek in moeten willen. Ik ben zelf 2 jaar raadslid, ik wil misschien op termijn best wethouder worden. Maar dat vind ik nu te vroeg. Maar je stel je nu gewoon bescheiden op en... Ik ben kandidaat raadslid. Ja. Ja, absoluut. We hebben toen destijds, een paar weken geleden, hebben we 5 vragen doorgestuurd. Een van de vragen was duurzaam. Hè? Ze praten erover dat binnen een bepaalde termijn moet Best van het gas af, bijvoorbeeld. Wat denken jullie daarvan? Ja, zo snel mogelijk. En hoe? Ja, dat is de moeilijke vraag. Ik denk dat we dat is een moeilijk woord, hè, de transitievisie, warmte, maar dat is, zo heet het stuk nou eenmaal. Ja. Daarin zijn we wel aan het kijken hoe we wijksgewijs kunnen kijken wat voor slagen we kunnen slaan. Die wordt binnenkort vastgesteld, daar zijn we eigenlijk best wel heel blij mee. Dat zijn in ieder geval goede stappen die je zet. Ja. Het kan niet snel genoeg gaan, maar je moet wel af en toe op de rem trappen. Want alles kost ten eerste geld. Ja. De bewoners, alle inwoners moet je wel mee zien te krijgen. Ja, dat is een proces, dat kost tijd. Maar het mag absoluut wel in volle vaart. En is het realiseerbaar in alle wijken? Ja, dat wordt nu onderzocht. De techniek staat voor niks. Dus ik heb wel hoge verwachtingen van de toekomst, zeker in een regio waar we hier wonen, in zo'n technische
regio. Ja. Verwacht ik wel dat naarmate de jaren vorderen daar steeds meer stappen in gezet gaan worden. We hoeven daar niet voor op te lopen, maar we volgen wel alle ontwikkelingen op de voet. En daarmee verwacht ik wel, omdat het zo'n hot item is, ja, dat we daar steeds meer steeds verder in vooruit komen. Ook in wijken zoals bijvoorbeeld Wilhelminendorp. Ja, dat is inderdaad een lastige wijk, dat is natuurlijk wel bewezen. Kijk, uiteindelijk, het begin is besparen. Ja. Wat je bespaart, hoef je niet te gebruiken. Als je je huis bijvoorbeeld goed isoleert, ja, dan hoef je geen gas te gebruiken om je huis te verwarmen, want dan blijft je huis lekker warm. Ja. Daarin zijn nog zoveel stappen te zetten. Gewoon om te kijken waarin kunnen we nog besparen. Dat gaat niet alleen over gas, hè, als je het over duurzaamheid hebt. Elektriciteit ook. Elektriciteit, we moeten het opwekken en ook duurzaam. Maar wat je niet gebruikt, hoef je ook niet op te wekken. Dus zonnepanelen. Zonnepanelen, zeker. Ja. Zoveel mogelijk en op het dak. Ja. Maar het begint ook bij mensen bewust maken dat een ledlampje is in het beginsel duurder, ja, maar het gebruikt zoveel minder energie, zoveel minder elektriciteit. Ja. Dat zijn stappen die snel gezet kunnen worden. Daar willen we echt volop gaan inzetten. De komende 4 jaar bewust maken van wat we nu met z'n allen doen. Ik denk dat daar echt nog slagen in te slaan zijn. En dan ga je in gesprek met burgers. Ja, absoluut. Communicatie is belangrijk. Absoluut. Ja, en hoe willen jullie dat, of zijn jullie daar tevreden over, of kan dat nog beter, die communicatie? De communicatie is wel een hekelpunt bij ons in de raad, ja, bij ons in BES. We hebben er zo vaak op gehamerd, ook wij, ja, om die communicatie simpel te houden. Ook in brieven, ook op de site, maak het nou gebruiksvriendelijk. Mm. En we zien toch dat toch vaak achterblijft. Ja. En dat met een brief met wollige taal de inwoners toch maar bekijken en denken, nou, ik kan er niet zoveel mee. Ik denk dat we de boeren moeten. En dat we met de bewoners in gesprek moeten. En hoe wil je dat doen? Uitnodigen in buurthuizen? Ja, of desnoods deur aan deur. We hebben daar niet allemaal even veel tijd voor natuurlijk. Nee. Maar we moeten wel per wijk echt gaan kijken. Wat voor inwoners wonen hier? Ja. Wat hebben ze nodig om daarin mee te gaan? Het is een beweging die we met z'n allen moeten creëren. En die moet op gang komen. Ja, die komt niet op gang door één keer in de zoveel tijd een brief te sturen en op Facebook een berichtje te plaatsen. Of je alsjeblieft op tijd je lamp uit wil doen, 's nachts je kachel uit en weet ik wat allemaal. Ja. Hè? Dus daarin mag echt meer vaart komen. Ja. En het jeugd- en jongerenwerk, als je dat bekijkt. Kijk, jeugd heeft op het ogenblik heel veel problemen door die corona. Ja. Maar vind je dat het jeugd- en jongerenwerk in BES in het algemeen goed geregeld is? Of zijn er nog verbeterpunten? Wij zijn echt trots op wat er in BES gebeurt. Ja. Er gebeurt echt heel veel. Echt, ik denk dat er ook heel veel gebeurt wat heel veel mensen ook gewoon niet weten. Bijvoorbeeld? Nou, als je kijkt wat het jeugdcentrum of jongerencentrum Todo. Ja. Lumens, al jongerenwerkers die op straat rondlopen door het park. Ja. De sportcoaches, de combinatiefunctionaris. En ga zo maar door. Daarin gebeurt echt heel veel goeds. En daar ben ik echt best wel heel trots op. Wat de sportverenigingen doen aan jongeren, activiteiten. Als je ziet, onze kinderen die zitten ook op allerlei sportverenigingen. Ja. Wat ze allemaal met die jongeren doen, ik vind het echt fantastisch. Ja, je kan ook iets van vinden. Maar dit vind ik wel een van de punten die best wel heel goed doet. Bijvoorbeeld de accommodaties als je bekijkt. Hè? De Todo. Met de sportaccommodatie. Ja, de meeste liggen er goed bij. Ja, er is altijd wel een veldje wat verbeterd moet worden. Maar ik, met name de mentaliteit, zeg maar hoe de vrijwilligers binnen die sportverenigingen met de jongeren omgaan. Ja. Niet alleen op sport, maar ook op een kamp wat eromheen georganiseerd wordt. Ja. Daar zijn we echt best wel trots op wat zij allemaal voor elkaar krijgen om... Om de kinderen en de jongeren in beweging te krijgen, te houden. Ja. In beginsel is mijn antwoord dat we daar echt best wel trots op zijn. En natuurlijk hebben we zorgen.
Want u zegt ook, hè, er zijn zorgen, jongeren, corona. Nou, er gaat geen dag voorbij. Het staat in de krant dat de psychische gevolgen voor jongeren enorm zijn. Ja. 1 op de 7 hè, kan met psychische problemen. En natuurlijk is een groot gedeelte corona. Ja. Maar er is ook best wel een heel groot gedeelte wat, wat komt door bijvoorbeeld echtscheidingen. Ja. Door een moeilijke jeugd thuis, door gebeurtenissen in het leven van jongeren. En daarin, daarin wil ik echt opkomen voor een goed, ook preventief beleid. Ja. Ik denk dat er heel veel aan preventie gedaan wordt, ook op scholen, bij de jongerencentra. Ja. Maar daar begint het al. Het begint al bij jongeren in een stabiele omgeving. En zorgen dat mensen ze nu bezig zijn, bijvoorbeeld bij de sport. Natuurlijk, ja, betrek ze. Betrek ze bij de maatschappij. Ja. En blijf met ze in gesprek. Ja. Praat niet over jongeren, maar praat met jongeren. Dat is super belangrijk. We hebben zo snel een mening over van alles en dan praten we over, en ook over jongeren. Ja, niet doen. Praat met ze. Kijk wat ze nodig hebben. Maar hebben we genoeg capaciteit in best menskracht om dat te doen? Ja, of kunnen we beter bij Eindhoven, een wijk van Eindhoven worden? Nee, ik ken de getallen niet van alle verenigingen en van de jongerencentra, zullen we zeggen. Of ze echt exact, er is altijd capaciteitstekort. Er zal altijd wel bij mogen, bij kunnen. En daar zullen we, als er signalen zijn, er moeten mensen bij, dan moeten we kijken wat er nodig is om dat te faciliteren. Op de vraag of we dat bij Eindhoven moeten gaan halen, daar zijn wij geen voorstander van. En dat, waarom niet? Ik denk, als ik met inwoners praat, ik heb deze vraag ook wel bij inwoners even weggelegd. En zo breed mogelijk. Ja. De mensen, ook wij, zijn in Best komen wonen, omdat Best eigenlijk een heel mooi dorp is. Het ligt eigenlijk op een hele gunstige plek. En je pakt de trein en met twee tellen zit je in Eindhoven en heb je daar alle faciliteiten als je die daar zoekt. Ja. Maar het kleinschalige, het dorpse, en natuurlijk heb je dan als dorp wat minder bestuurskracht, want daar moet je voor bij Eindhoven zijn. Maar je hebt wel korte lijntjes, snel een bekend gezicht. Ja. Maar geen wijk dus. Maar bijvoorbeeld samenwerking. Die samenwerking doen we eigenlijk best wel op een aantal onderwerpen. Sowieso in de regio. Ja. Bijvoorbeeld? Als je kijkt op de grote onderwerpen. De regionale energiestrategie is een onderwerp. Daar werken we in de hele grote regio. Daar werken we samen met de andere gemeentes. En dat is ook nodig om samen te kijken. Wat we in Best kunnen we niet de 16 windmolens neerzetten, want je zit met die aanvliegroute. Dat is heel praktisch hoor, maar dat kan misschien op een andere plek wel waar geen mensen er last van hebben. Dus je moet wel samenwerken, wil je verder komen. Wel zelfstandig blijven, maar niet zonder samenwerking. Als je kijkt naar bijvoorbeeld de laatste, de bibliotheek behandeld. Ja. En heeft Eindhoven, zijn we samen gaan daarin met Eindhoven. Ja. Omdat dat voordelen heeft in de totale, de bestuurskracht van bibliotheken. Mm-hmm. En dat heeft nog veel meer voordelen. Dus daarin moet je absoluut kijken, wat kunnen we nou bij elkaar, halen, brengen. Waarin kunnen we elkaar helpen. En dat doe je in samenwerking met kleinere gemeentes om Eindhoven heen. Dat doe je met Eindhoven, dat doe je in de regio, in het stedelijk gebied, met 9 gemeentes, in de metropoolregio en 21 gemeentes. Daar moeten we scherp blijven. Doen we nou zelfstandig wat kan en in de regio als het moet. En daarin moeten we denk ik, daarin moeten we de mogelijkheden juist zoeken. Nee, maar ik zat te denken aan kostenbesparend, want alles wordt duurder, hè? En de mensen moeten al zoveel betalen. Ja. En als dadelijk bijvoorbeeld de onroerend zaakbelasting omhoog gaat. Ja, hebben wij over nagedacht. En de afgelopen begrotingsbehandeling is het daar natuurlijk over gegaan. Moet die OZB omhoog? Ja. Nee, hij moet niet omhoog. Niet omdat hij omhoog moet. Nee. Maar we hebben wel ambities. Mm. En wij zeggen als we ambities hebben die nodig zijn. Ja. En het reservepotje begint echt zodanig leeg te raken dat
dat we door onze voorraad heen zijn, ja. Onze financiële voorraad. Ja, dan moeten we misschien kijken naar de OZB. Maar we gaan niet op voorhand zeggen, de OZB moet met 2, 3, 4, 6% omhoog. Want anders komen we straks tekort. Maar de gezinnen, als je kijkt naar de gezinnen, die, vooral de ouderen, die moeten steeds meer, iedereen trouwens, moet steeds meer betalen aan gas, elektriciteit. Ja. En die komen echt in de problemen. Ja. Ja, dat is wel heel belangrijk om goed te kijken en echt goed te monitoren welke problemen er in gezinnen komen. Ja. We weten dat het moeilijk is om gezinnen met schulden, ja. Om daar vaak achter te komen. Want vaak lopen de schulden al een tijdje komen er eigenlijk te laat achter. Want dan zijn er al dusdanige schulden opgebouwd dat ze al bijna het huis uit moeten. En wij willen heel graag veel korter op de kar zitten. Bijvoorbeeld doordat als de woningbouw al merkt dat de huur niet betaald wordt. Of als de energieleverancier merkt dat het rekening niet meer betaald wordt, dat daar gelijk aan de bel getrokken wordt bij de gemeente. Bij het zorgpunt. Om te zeggen, jongens, één gezin, één regisseur, ga daarheen, kijk wat er aan de hand is. En waarom die rekening al 2 maanden niet betaald is. Zonder te wachten tot 6 maanden, 8 maanden. En dat de schulden zo hoog oplopen dat de mensen door de bomen het bos niet meer zien. Maar hoe wil je dat oplossen? Door gewoon onafhankelijke oudere bezoeken af te leggen? Of? Nee, weet je, dit is wel echt monitoren. Hè? Ja. Stel dat je echt merkt dat daar geen draagkracht meer is. Je kan je rekeningen niet meer betalen. Ja. Dan moeten we zorgen dat we als gemeente daar gewoon op tijd achter komen. Bijvoorbeeld doordat de woningbouw een signaaltje geeft van jongens. En dan moeten we, zonder die privacy helemaal open te gooien, moet dat netjes op een goede manier gebeuren. Want dan moet je met die mensen in gesprek. Ja. En zeggen, jongen, maar we maken ons zorgen over u. En we willen u helpen. Er zijn zoveel manieren om u te helpen. Als we praten over mensen die gas, water, licht niet meer zouden kunnen betalen, omdat die prijzen omhoog gaan. Dan is er een steunfonds. Ja. En maak daar gebruik van. Kijk, wat wij willen heel graag kijken, wat is er nodig om dat steunfonds op een goede manier in te zetten. Dat de juiste mensen de juiste middelen krijgen om wel inderdaad hun gas, water en licht te kunnen blijven betalen. Want dat schiet natuurlijk straks de pan uit. Maar die mensen moeten eerst bewust worden van welke mogelijkheden dat er zijn. Ze moeten weten dat ze bij de... Ze moeten de drempel ook over. Ja, die is, en dat moeilijk, is, ja, die is zo moeilijk. Maar je komt niet bij de mensen achter de voordeur. Nee. Zeker niet als bestuur van Best kom je daar gewoon niet. Dus wat je wel kan doen, is preventief. Ja. Maak gebruik van de kanalen, van de krant, van Facebook, van social media. Ja. Maar ook van wijkgebouwen, wijkbezoeken. Om in gesprek te komen met mensen. En zich daar bewust van te maken. En als ik in gesprek ben met iemand en die zegt, ja, maar daar heb ik geen probleem van. Ik zeg, maar weet dat het er is. En hij weet dat zijn buurman er wel last van heeft. In de hoop dat dat... En ja, het is stapje voor stapje. Het is ongelooflijk lastig. Maar we hebben voor onze mensen in Best te zorgen. We moeten, dat is ons motto. Samen recht doen. En we moeten het samen doen. Ja. En we moeten iedereen recht aandoen. Iedereen heeft recht om op een mooi en leefbaar Best. Ja. En we moeten het doen. Die laatste, dat doen is niet voor niks. Ons motto, we kunnen wel in die raadzaal blijven en we kunnen als ambtenaren, dat kan allemaal, maar we moeten uiteindelijk naar buiten toe. Ja. En daar moet je wel genoeg mankracht voor hebben, want als ik kijk bij jullie bijvoorbeeld, er is één zetel. Eén zetel. Dat betekent dat je veel op pad moet. Nou, het is ook denk ik niet aan de ChristenUnie om het probleem op te lossen. Nee. Het is aan de ChristenUnie om het probleem in de raad op tafel te leggen. Wij zijn een partij die positief kritisch meedenken. We hebben één zetel, dan kun je 2 dingen doen. Je kan zeggen, we hebben maar 1 zetel en laat maar. We hebben ook een aantal keer wel bedacht, of gezien ook, dat 1 zetel het verschil kan maken. Ja. En we weten dat je als je kleine partij kun je een verschil maken. Je kan het je kan het bespreekbaar maken. Je kan met een agendering, met een motie, je kan hem op tafel leggen en je kan zeggen, maar jongens, we moeten dit opnieuw bespreken. Ja, dan zal de democratie natuurlijk wel uitwijzen of dat het de moeite waard was. Maar we gaan als ChristenUnie niet het verschil maken. We kunnen wel zeggen, maar we moeten met z'n allen als Best, als bestuur, als wijken, we moeten om elkaar heen gaan staan en het gewoon samen doen. Het samen oplossen met z'n allen. Maar dat betekent ook op dat moment dat jullie als ChristenUnie de signalen binnenkrijgen,
Dat je er iets mee moet gaan doen. Ja, zeker gelijk. Ja. Als wij signalen krijgen dat er onrecht is, ja. Dat mensen recht hebben op subsidie of recht hebben op steunfonds, op recht hebben op... Dan moeten we dat bespreekbaar gaan maken. Ja. En misschien hebben ze er wel geen recht op, maar lukt het dat gezin of die familie niet? Dan moeten we kijken wat daar de oorzaak van is. En dan moeten we terug naar de basis en zeggen, hebben we het wel goed aangepakt met z'n allen? Ja. Moeten we het potje niet opnieuw verdelen of moeten we de regels niet veranderen? Zodat de mensen die er echt last van hebben, dat geld krijgen wat ze nodig hebben. En niet alles is op te lossen met geld. Nee. Maar, want het gaat ook heel vaak over informatie. Hoe weet je waar je terecht kan? Hoe weet je waar je... Dus daarin zit het ook heel erg van... per onderwerp, kijk wat er nodig is om recht te doen aan al die inwoners van Best. Dus daarom is het ook heel belangrijk dat bijvoorbeeld oudere bonden, zoals de KBO en de PVGE, dat die op pad gaan. Want die krijgen vaak de eerste signalen binnen. Ja, dus kijk, zeker als het gaat om ouderen, zijn dat superbelangrijke gesprekspartners. Ja. Die krijgen de informatie van hun collega-ouderen. Ja. En die vangen die signalen op. Ja. Dus dat zijn dus, maar ook het jongetje op de voetbalvereniging. Ja. Wat altijd in dezelfde kleertjes komt. In zijn verwaarloosde kapsel. Met altijd dezelfde voetbalschoenen met gaten erin. Die nooit dat is, op kamp meegaat. Dat is ook een signaal waarbij de sportvereniging een signaal kan zeggen. Ja, ik maak me zorgen om dit gezin eigenlijk. Hè, om de omstandigheden van het kind. Noem een andere vereniging en een club. Het maakt niet uit waar... We moeten als maatschappij ook leren om zaken bespreekbaar te maken. Ja. En niet dat ik tegen u zeg, oh, dat mannetje, dat is ook wat, hè. Ja. Of die mevrouw, of dat gezin. Maar dat we de vraag durven stellen aan elkaar, hoe gaat het met je? Ja. Omzien naar elkaar en daarin ook je beste beentje voortzetten. En... Dus dat betekent dat die communicatie veel directer moet en veel meer moet gebeuren? Ja, ik denk dat het gesprek met elkaar als inwoners en bestuur, maar dat we met elkaar in gesprek moeten, en ik wou zeggen blijven, maar we moeten eigenlijk gaan. Ja. Soms merk ik ook best wel eens dat we heel goed zijn om in het gemeentehuis alle zaken te beslechten. Ja. Maar eigenlijk kom ik naarmate de jaren vorderen erachter dat we binnenspelen moet je leren. Ja. Ik heb ook echt in de raad moeten leren wat raadswerk doen is. Ja. En daar heb ik nog heel veel te leren, maar we moeten ook naar buiten toe. Ten eerste haal je daar de informatie die we nodig hebben om binnen dingen te kunnen besluiten. Maar je moet naar de mensen toe en het met elkaar doen. Ja. En dat betekent ook tegelijkertijd dat je reservepotje nooit helemaal leeg mag zijn. Hè? Want dan moet je zorgen dat er voldoende zit om mensen die het nodig hebben geld te geven. En dan kom ik automatisch bij vraag 6. Moeten we dan zo'n duur gemeentehuis er neerzetten? Ja. Dus en op die plaats. Ja. Dat is een hele goede vraag. Kijk, Best Wijzer, daar waar de zorg verleend wordt, en het gemeentehuis, dat zijn twee plekken waar eigenlijk nu de zorg gehaald wordt, zullen we zeggen. En je wil dat de bewoners op één plek kunnen komen. Ja. Waar ze elkaar ontmoeten, komt het weer, hè? Ontmoeten, de zorg krijgen. De 1-2'tjes binnen een bestuurlijke organisatie kunnen gemaakt worden. Zonder van loketje naar loketje, van locatie naar locatie. De ChristenUnie is bereid om, we zijn aan het onderzoeken wat voor manieren dat kan. De ChristenUnie is bereid om daarin zeker mee te denken wat wel de mogelijkheden zijn. Ja. Om een ander huis van Best, hè? Want het nieuwe gemeentehuis, dat zeggen we niet. Hè? Nee, het huis van Best. Laten we het huis van Best noemen. Dat is een voorstel, dat is niet de term. Om daarin wel actief mee te denken wat wel de mogelijkheden zijn. Dus we denken daarin niet in wat niet kan. En de bewoner is op het ogenblik nog van overtuigd van, het is al lang beslist, er komt een gemeentehuis naast Zeeman. In het bruisingscentrum. Ja, we hebben als raad besloten dat we gaan onderzoeken. Wat daar mogelijk is inderdaad, op die plek, met de kaders die we hebben meegegeven. Hè, het belangrijkste is dat de twee organisaties, of de twee plekken, Bestwijzer en het gemeentehuis, bij elkaar komen. Ja.
Het heeft nog veel meer voordelen dat we iets nieuws gaan bouwen. Want waar het gemeentehuis staat, daar zou je bijvoorbeeld aan woningbouw kunnen doen. Het hoeft niet per se een enorme verliespost te zijn. Want als je daar iets bouwt wat ook weer geld in het laadje brengt. Denk je aan woningen of zo? Ja, zou zomaar kunnen. Ja, appartement, ja goed, weet je, daar zijn we over nadenken. Maar kijk, als je denkt over waar je het geld aan uitgeeft, moet je ook gaan nadenken waar is het gewoon geld te halen. Want alleen maar geld uitgeven, dan is het reservepotje zo leeg. Dus je moet ook nadenken, oké, wat kunnen we dan doen om ook wat geld binnen te halen? En dat kan zijn door woningbouw. Dat moet je goed doen. En dan moeten we kijken. Ja, dat sowieso. Ja. Ja, echt voor starters en senioren moeten we echt oog hebben. Daar moeten we voor bouwen. Maar even teruggaan aan. Ja. U zegt op een bepaald moment, er moet een huis, er moet geen gemeentehuis komen, maar een huis van ontmoeting. Ja. Hoe ziet u dat? Ja, we hebben gewoon een aantal voorbeelden in de omgeving. Ja. Ja, ik noem even Waalre. Daar ben ik een aantal keer geweest. Ik word er altijd best wel blij van als ik daar binnenkom. Omdat het gewoon een warme plek is. Ja. Er is een gastvrouw, die staat niet achter een balie, maar die staat in de hal. Ja. Ja. Goeiedag, kan ik u helpen? U kunt eventueel uw jas ophangen, heeft u een afspraak? Dat is warm. Dat is gelijk een ontmoeting. Ja. Dat is niet in de rij staan voor een balie in de hoop dat je gezien wordt. Dat is actieve benadering. Dus geen nummertjes trekken. Maar daar gaat het al om. Ja. Je kan wel muren bouwen, tuurlijk. En hokjes en een bibliotheek erin wel of niet. En daar kan je van alles over nadenken. Ja. Maar de mensen worden het blijst van die mevrouw die daar voor de desk staat. En die zegt, dag mevrouw, ik zie u zoeken. Kan ik u helpen? En al is maar voor een kop koffie. Nou, dan kunt u die kant op en dan pakt u lekker een bak koffie. Kom ik zo even buiten. Nou, dat soort dingen. Mm-hmm. En ja, natuurlijk is de combinatie van de partijen. Hè, het heet ook samengaan. Ja. Om de partijen vanuit met name Bestwijzer en het gemeentehuis juist bij elkaar te zetten. Om die groei te maken van samenwerken. Ja. Van zorgen op één plek. De korte lijntjes. Daar wordt de inwoner absoluut beter van. En dan na 5 uur, want het moet bijdragen aan een bruisend centrum. Hoe ziet u het dan na 5 uur? Want dan gaan de ambtenaren die gaan naar huis. Ja. Ja, ja, 5 uur gaan de ambtenaren naar huis. Maar wat doen we dan met het gebouw? Ja. Nou, dan wij vergaderen altijd in het gemeentehuis, dus dan komt de ChristenUnie daar. Nee. Ja, ja. Maar ja, ik snap uw vraag wel. Ja, weet, dat zijn ook dingen, dat moet er helemaal over nagedacht worden. Ja. Hoe kunnen we dat? Kijk, moet het op die plek? Ik hoor ook de geluiden van, moet het dan op die plek? Kan het ook niet ergens anders? Want we willen een bruisend centrum. Ja, wij staan echt open voor een andere plek. Ja. Maar er moet wel goed over nagedacht worden. Ja. Sowieso moet over het hele plan goed nagedacht worden. Maar in eerste instantie hebben jullie ja gezegd. Ja, dat klopt. Ja. Ja. Er is unaniem ja gezegd tegen die plek. Er is in 2020 een motie aangenomen, of een amendement, waarin stond. Ja. En we gaan uit van de dorpslijn. En ik vind ook dat je sommige beslissingen mag heroverwegen. Ja. En als die heroverweging op tafel komt, zullen we actief meedenken. Wat is de reden van de heroverweging? En hoe kunnen we dat dan doen? We zitten nu nog in de onderzoeksfase, dus we kunnen nu nog alle kanten op. Dus de bewoner kan eigenlijk gerustgesteld worden met, er is nog niks beslist? Nee, er zijn wel zaken besloten, maar we zitten ook nog in een fase. Maar zaken zijn dan besloten? Nou, in principe, kijk, in het eerste gedeelte van het proces is er gezegd, we gaan uitgaande, van er wordt een variant uitgewerkt van een nieuw huis van Best. Op een andere plek dan waar het gemeentehuis nu staat, zijnde aan het dorpsplein aan de andere kant, inderdaad naast de Zeeman. Ja. En als we daar met z'n allen iets verkeerds in gedaan hebben, laat het ons weten. Ja. En dan moeten we daarover in gesprek. We moeten sowieso nog met elkaar over in gesprek, want we hebben nog geen participatie gehad over het nieuwe huis. Dus ja, en daar zijn we ook echt lerende in. Als raad zijn we echt lerende om met bewoners in gesprek te gaan. En er valt er echt veel te halen. Vindt u dat we dit probleem eigenlijk te laat met de bewoners in gesprek zijn gegaan? Ja, dat is altijd een beetje lastig te zeggen. Dat zijn we als gemeente zijn we daar wel heel goed in. Om veel te laat met de bewoners in gesprek te gaan. Ja, klopt. Ja, daar zijn we. We hebben echt de afgelopen jaren ook weer zoveel dossiers gehad. Dat we achteraf zeiden, oké, we hadden wellicht. Of we, hè, dan praat ik even over de gemeente. Ja. Hè. Of dat nou als raad was of als bestuur. Maar er had veel eerder met de bewoners in gesprek gegaan moeten worden. Ja, zeker. Ik heb van de week hebben we nog aan tafel gezeten.
bij een onderwerp waar, ja, waar de bewoners niet waren meegenomen. Ja, dat kan gewoon niet. Ja, het zit, of het zit niet zo in het DNA van het bestuur, of het zit niet in ons DNA, maar het zit er niet zo in. Evenals die communicatie, het mag gewoon echt even een stapje erbovenop. Ja. En iedereen doet zijn stinkende best. Er is niemand die bewust zegt, we doen het lekker niet. Althans niet dat ik weet, met die participatie kan best zijn dat je af en toe zegt, nou, misschien moeten we het niet doen, want dan kunnen we andere geluiden horen krijgen. Maar we gaan naar een tijdperk toe waar de inwoner veel centraler staat in de besluitvorming. De omgevingsvisie ademt dat ook uit. Je gaat veel minder regels en veel meer naar de... Ja, goed plan, bedankt inwoner. We gaan er zeker over nadenken. Niet van, uw plan is vierkante meter zo hoog, breed, op die plek. Dat kunnen we niet, want het staat in de regels. Nee, u heeft een goed plan. Heeft u erover nagedacht? Heeft u zelf in de wijk of in uw straat erover nagedacht? En daar begint de dialoog. En die wordt dan steeds breder en groter. Ja, dat olievlek en het met elkaar... Eigenlijk met elkaar best besturen, dat is wat we wensen. Dus eigenlijk kunnen we nou stellen als afronding van, nou, we krijgen dadelijk een nieuwe raad die ook op een andere manier gaat werken. Ja, als u de ChristenUnie stemt, dan mag u ervan uitgaan dat wij ons heel sterk gaan maken voor een raad die naar buiten gaat. Ja. Die ook het college de opdracht geeft bij alle onderwerpen naar buiten te gaan. Op tijd, aan de voorkant, niet achteraf het uit hoeven leggen. En dat we inwoners actief gaan betrekken bij de onderwerpen die spelen. Ja. En daarmee hopen we dat steeds meer inwoners zeggen, en daar moeten we bij zijn. Want we hebben daadwerkelijk iets te zeggen. Ja. Wat we zeggen, daar wordt ook naar geluisterd. Want dat heeft wel degelijk invloed op het besluit wat uiteindelijk genomen wordt. Maar en dan denkt dat u alle partijen meekrijgt? Nou, daar gaan we voor vechten, ja. Dus de nieuwe raad krijgt ook de partijen die we met z'n allen naar buiten gaan en de bewoners proberen op tijd te informeren, goede communicatie. Als het aan de ChristenUnie ligt, gaat dat zo gebeuren. Heel hartelijk bedankt voor het gesprek. Heel graag gedaan. Ja. Dank dat ik hier mocht zijn. En veel succes. Ja, dank u wel. Ja, fijn om dit gesprek met u te voeren. Ja. Dank je wel.